Mantentaki met veel saus vandaag. En ik zei het al eerder, een geestelijke gast. We gaan nog niet op die gast hoor, maar een geestelijke gast, want ik toe presie voor Taki. En dat wordt een beetje moeilijk. Maar hij heeft het in zich zitten. En hij is niemand anders dan Jogo de Clown. Goedemorgen. Inderdaad. Goedemorgen, goedemorgen Surinamers. Groet iedereen. Hoe gaat het met jullie? Hij is vandaag bij ons op bezoek omdat we gaan bewegen. Ik denk dat ik de mensen moet oproepen van de nationale zender. En liefst de mensen die graag bewegen hoor. En ik neem aan dat Wijngaarden ervoor zorgt dat die deur open wordt gegooid, Wijngaarden. Zodat de gasten kunnen komen. Laten we merken wat er precies gaat gebeuren. Het wordt reuze gezellig vandaag in deze aflevering van Maat en Taki. We hebben Jogo de Clown op bezoek en die heeft wat gasten nodig. Meneer Babi, kunt u dat even initiëren dat de gasten komen? Ja, laten we even kijken waar de gasten zijn. Voor beweging vandaag in de studio van de STVS. En hij heeft niet alleen zijn haar gedaan, hij heeft ook nog muziek meegenomen als ik daar kijk. Dus, wow, Spang, wat ga je precies doen? Nou, ik ben hier eigenlijk meer om te promoten dat we op vrijdag 12 april tussen 4 en 6 uur eigenlijk de Jogo Dance Clip gaan doen. En we willen eigenlijk Surinamers hebben om te komen bewegen die dag. Om kinderen, zowel volwassenen, te wijzen en te zeggen dat bewegen heel belangrijk is. Dus als ik het goed begrijp, is het bewegen op een creatieve manier? Bewegen op een creatieve manier. Daarvoor staat Jogo Entertainment ook. Educatieve entertainment. We houden kinderen bezig op een educatieve manier. Dus ja, laten we zien als Suriname van dansen houdt. Wie heb je meegenomen? Heb je nog meer mensen meegenomen? Haal de groep. Haal de groep. Ze zijn pas gebaat. Wat zegt ze? Maar eigenlijk, ik sta er versteld van, want je stem is anders en nu weer anders. Wat zei je nog maar? Je stem was verleden anders. Ik zag je op een feestje en vandaag is je stem anders. Nou, ik doe het niet. Toevallig was ik moe die dag, dus mijn stem klonk heel anders. Okay. Maar ik ben niet een clown, dus dat zeg ik, een educatieve clown. We leren kinderen altijd dat een clown gewoon iemand is als mama, als papa, alleen een beetje verf voor zijn gezicht gezet. En ze zeggen, we vervormen onze stem niet, want het is gewoon iemand als mama en papa die educatieve dingen aan de kinderen moet leren. Gelet op de ruimte hier in de studio kunnen we niet te veel mensen uitnodigen, maar ik denk dat deze mensen wel hier zullen passen. Waar moeten ze staan? Ja, ze mogen voorop staan, want ik heb er ook bij. We mogen met z'n allen hier staan. Yes. Yes, 1. Oké, 1, 2 mensen hebben we. Ik denk een derde kan erbij. Kom er lekker bij. En ik moet er ook bij. Ja, u moet er ook bij. Oké, mensen, het wordt gezellig in Maat en Taki vandaag. Nou, waar staan we hier? Ja, hier. Okay. En ik kom er ook bij. Oké. Okay. Als jullie ready zijn, dan gaan we nu van start. 1, 2, 3, go. Iedereen, kom op, klap, iedereen, klap. Kom, klap. Jogo Dance. Oké, dat wordt spannend vandaag hoor. Jogo Dance is the enige, beste. Kom op, iedereen. Waar is het feestje? Hier is het feestje. Mama doet mee, papa doet mee. Alle kinderen doen ook mee. Waar is het feestje? Oké, echt goed luisteren en kijk hoor. Jullie thuis ook, kom op. Iedereen, kijk, goed kijken. Ready?
achter voor het draaien. Laat me doen door iedereen zeg. Links, rechts, achter voor het draaien. Leid uit. Links, rechts, achter voor het draaien. Nog een keer. Links, rechts, achter voor het draaien. Dankjewel, dankjewel. We gaan hier, we gaan hier, we gaan hier. Waar ga je? Oké. Gaat niet eens weg. We gaan hier met jou afsluiten vandaag. Hij is bij ons in de uitzending geweest alleen om te praten over zijn nieuwe clip. En ik heb begrepen 12 nog. Ja, 12 onafhankelijkheidsplein. Tussen 4 en 6 uur 's middags willen we zoveel mogelijk kinderen hebben. Kom gewoon, niet alleen kinderen hoor. Jij bent ook van harte welkom. Om Suriname een beetje te wijzen dat bewegen nodig is. Dus kom gewoon, we willen tenminste 500 mensen hebben. Kom gewoon, kom massaal, kom genieten. En laten we de wereld wijzen dat wij ook in beweging zijn. Moet ik me ook zo kleden als ik kom? Nee, je komt eigenlijk in de kleuren van de Surinaamse vlag. Mm. Je mag in een rode shirt, een groene shirt, een gele shirt of een witte shirt. Maar gewoon sportief. Op 12? 12 april, onafhankelijkheidsplein. U heeft het gehoord, mensen, als ik me alvast wil voorbereiden op die song, waar kan ik die song? Oké, okay, je mag gewoon op YouTube gaan, Jogo Dance, en gewoon Jogo Dance intoetsen. En dan mag je daar alvast oefenen. Of je mag ook gewoon appen op 815-5902. 815-5902. En dan stuur ik het gewoon voor je, zeg je wil oefenen alvast. En stuur ook een videootje, voor mij dan kan ik het ook bijplaatsen om te zien van, want na dit gaan we naar alle districten om een beetje te bewegen. Dus het is eigenlijk de kick-off om een districtentour, Jogo Dance Tour te doen. U heeft het gehoord, mensen. U heeft het gezegd. Ik transpireer al. Want Sasan Doe, eigenlijk moesten we deze man ook hebben, hè? Ja. Carlos Lindveld. Ja, hij heeft die Jogo Dance echt nodig. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending. We zijn heel bewegelijk gestopt vandaag met de uitzending. En we stoppen niet vandaag met het bewegen, maar voor wat deze aflevering betreft wel. Als u meer wilt weten van de Jogo Dance, kunt u altijd op YouTube kijken. En als u zin heeft om in een grote groep massaal te gaan naar het onafhankelijkheidsplein, dan kunt u dat doen op 12 april aanstaande. Many thanks en doe die Jogo Dance gewoon ook in links, rechts, achter voor het draaien. Links, rechts, achter voor het draaien. Mate taki! Wow.